ben eigenlijk altijd wel slechtziende geweest. Maar de laatste 20 jaar is dat wel heel erg toegenomen. En dat ik dus een geleidehond nodig heb. Hij brengt me overal op een veilige manier naartoe. Want daar gaat het voornamelijk om. Hij helpt me met de dop uitzoeken. Als we buiten lopen en hij vindt een dopje, raapt hij hem op. En dan geeft hij mij de dop. Ik ben er ook gelijk trots op dat ik daar hiermee de stad schoonhoud. Die plastic doppen die worden landelijk verzameld. Daar krijgt dan de KGF een klein bedrag voor, per kilo. De opbrengst van die doppen dus, die worden gebruikt voor de opleiding van de blinde geleidehonden.